Wist je dat de bloemen van de bieslook eetbaar zijn? Je kunt ze bijvoorbeeld verwerken in een kruidenboter, je kunt ze verwerken in een salade. Iets anders wat je ervan kan maken is bieslookbloemenazijn. En dat is wat ik vandaag ga maken. En daarvoor heb je nodig bieslookbloemen, pluk ze op een droge dag. Je vult een glazen pot, een schone glazen pot is heel erg belangrijk om te gebruiken. Die vul je met de bieslookbloemen. En dan schenk je daar vervolgens azijn op. En het is belangrijk dat de bloemen goed onderstaan. Ze gaan wel wat drijven, maar na een aantal dagen zullen ze allemaal azijn opnemen, waardoor ze zakken. Dus besteed daar een beetje aandacht aan op het moment dat je het maakt, dat je ervoor zorgt dat alle bloemen uiteindelijk onder komen te staan. Ik giet hier nog wat extra azijn bij, totdat de pot helemaal vol is. En dan kan je de pot afsluiten. Dan is het een kwestie van de azijn 2 weken laten trekken. En daarna zeef je hem uit en heb je een hele mooie roze azijn om te gebruiken.